Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Jingle Vlog. Het is vandaag zaterdag 30 december. Gisteren hadden we een heel erg gezellig kerstdiner met vrienden. Het laatste kerstdiner van het jaar en een heel leuk dobbelspel. Maar dat hebben jullie in de vlog van gisteren kunnen zien. En het is nu bijna 12 uur. Ik ben al wel een tijdje wakker. Ik heb een wasje erin gedaan. Ik heb wat opgeruimd. Ik heb wat dingen klaargelegd voor een nieuwjaars make-up tutorial. Het zag er even naar uit dat het heel erg donker bleef de hele dag. Het is nog steeds grauw, maar ik denk dat ik zo wel kan filmen, want het is niet meer zo donker als eerst. Hier heb ik een heleboel producten. Zoals je ziet weet ik nog niet precies welke kleur ik op doe. En nou, dan ga ik zo lekker aan de slag. Ook heb ik mijn vlog van gisteren geëdit en die ga ik zo meteen ook al online zetten. En verder staan er nog best wel wat dingetjes op mijn lijstje die ik vandaag moet doen, omdat het eigenlijk de laatste dag is dat de winkel een beetje, ja, open is, zeg maar. En voordat ik kan filmen moet ik echt even dit fixen. Yay, mijn pakketje komt nu al. Dat is echt heel erg fijn voor mijn timing. Dan ga ik nu filmen. Ben ik ongeveer 1,5 uur denk ik mee bezig. En dan is het 2 uur. Dan heb ik nog genoeg tijd om alle shoppings te doen. Yes! Ik was al bang dat ik tot 3 uur moest wachten. Want er stond tussen 11 en 3, weet je wel. Dat is zo'n ruime tijd. PostNL doet altijd iets specifieker dan DHL. En DHL had ook 2 keer mijn pakketje verkeerd gesorteerd. Dus dit is al de 3e poging. Maar hij komt. Verder klaag ik niet. De look is gefilmd. Hij is best wel draagbaar geworden. En ik denk ook makkelijk na te maken. Maar toch wel feestelijk met een glittertje. Hij staat al online als jullie deze zien. En nu ga ik eventjes het pakketje van de Instagram winactie inpakken. Deze van NYX die jullie een tijdje terug konden winnen. Want ik heb de winnares uitgekozen. En zij heeft haar adresgegevens doorgegeven. Dus dan kan ik die gelijk meenemen als ik zo nog wat dingetjes ga halen bij de kruidvat. En oliebollen en zo. Woehoe, zin in. Nu nog even het adres erop en dan kan die weg. Yummy, 4 krentenbollen en 2 appelbonnets gehad bij de bakker. Dus dat is super nice. Nu ga ik even op naar de supermarkt en naar de drogist. Marco heeft vandaag zijn allerlaatste werkdag bij de Albert Heijn. Best wel bijzonder, want hij heeft er 15 jaar gewerkt. Echt niet normaal, vanaf zijn 14e. Dus langer eigenlijk dan de helft van zijn leven. Heel lang. En dat vindt hij ook, al is hij heel blij dat hij dit nu kan opzeggen. Vindt hij natuurlijk ook wel heel gek of zo. En hij stuurde me net een foto dat hij een heel leuk pakket had gekregen met allemaal dingen. En ik dacht, ik ga even langs, want dan kan ik het misschien voor hem met de auto meenemen. Dan hoeft hij er niet mee te fietsen zo. Want ik moet toch daar ook nog in de buurt zijn voor de drogist en zo. Dus ja, dat zullen we dan allemaal wel zien. Dus Marco voor het laatst is Albert Heijn jasje en hij heet vandaag Suhaila, want hij was zijn eigen naamkaartje vergeten. Ze hebben geleend. Nee, mijn eigen naamkaartje zit in mijn jaszakje. Oh, hij vindt het gewoon leuk. Ik vond het nou. Dit is het enorme pakket dat hij dus heeft gehad. Wel echt super leuk. Dus die ga ik even achter in de auto zetten. Maar ik krijg hem zelf niet getild. Dus moet je me alsnog helpen, hè? Onderwerktijd. Ja, ik heb tenminste niet iets mee te nemen. Jongens, ik wil zo graag de dingen van mijn Lovis-bestelling en mijn Kostens-bestelling passen. Maar waar ik al bang voor was, het is al te donker. En ik wil het natuurlijk filmen voor mijn pashokje shoplog van gisteren. Dan wil ik die dingen daarbij plakken. Dus dat wordt dan maar morgen. Ik heb morgen, voordat we oudjaar gaan vieren, heb ik eigenlijk niet echt wat te doen. Dus dat kan ook prima. Verder, ik ben naar de kruidvat geweest. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. We hadden nodig tandpasta, tandenborstels. Ik heb er in totaal 4 gehaald, want het was 2 plus 2. Heel veel van mijn favoriete deo, want dat was ook 2 plus 2 gratis. De Go Fresh. Ik heb dus die met komkommer, die met cranberry en lemon verbena. En ik heb er 2 met peer en aloe vera. Dan, omdat we bijna naar Londen gaan, heb ik een kleine tandpasta. We nemen alleen handbagage mee. En wattenschijfjes. Een lenzenvloeistof, 100 ml. En een douche gel shampoo ding voor Marco. Ik heb er genoeg uit mijn adventkalender. Het wimperserum was eindelijk weer op voorraad. En ik kon mijn kruidvatpunten inleveren, 300 punten. En dan kreeg ik 3 euro korting. Dus nu was hij 7 in plaats van 10 euro. En echt chill, want hij is bijna op aan mij. Dan zag ik dit, een pondpak met drop. Slecht, maar ik heb het gehaald. Voor 1,50 een soort van havermoutrepen van Kweker, die me wel chill leken. En ook niet heel slecht volgens mij. Dit is banaan en pecannoot.
En dit is cranberry en amandel. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Ze waren 1,50. De Kruidvat heeft wel vaker van die koeken en zo. En zoals dat drop, wat dan echt heel voordelig is, vind ik. Oh ja, ik heb voor Marco ook nog een kleine deo spray gehaald. Dan heb ik tandenstokers van die extra dunne. Want die verkopen ze niet bij de Lidl en zo. Dus ik zag ze hier. En mijne zijn op. En ik heb iets gehaald wat ik gewoon heel schattig vond. Dat zijn allemaal mini ritterspotjes. Dat vind ik echt heel leuk. En ik denk dat ik die even aan Marco ga geven. Want hij zijn laatste werkdag had. Al heeft hij dus een heel eetpakket. Maar hij is ook heel erg gek op die rittersport. Dus nou, vind ik wel grappig voor vanavond of zo. Oké, top. Eerst was hij de updates aan het downloaden. En nu worden ze uitgevoerd. En dit duurt echt al een kwartier. En hij is op 2%. Dus dat gaat nog heel lang duren. Het voordeel is wel dat ik nu dus eindelijk de was uit de machine heb opgehangen. En dat ik een soort van opruim begonnen ben. En ik ga nu even stofzuigen. Dat was ik steeds aan het uitstellen en nu word ik vanzelf gestimuleerd om dat te doen, want ik moet wel wachten. Oké, ik heb inmiddels ook de hele badkamer gedaan en mijn timing is best wel goed. Het is inmiddels namelijk 6:30, dus ik ben inmiddels bijna 2 uur bezig met het huis. Maar ik ga nu maar eventjes stoppen en hier wat afwassen. We hebben wat glazen die niet in de vaatwasser kunnen, dus nog semi door. En daarna heb ik alle ruimte om te koken hier. Dus dan ga ik even eten voor ons maken. Want Marco kwam net terug van zijn werk. Hij was nog even blijven hangen, omdat het natuurlijk zijn laatste dag was. Daar komt hij hoor, met zijn pak. Gaat dat? Pokken zwaar, ja. Zet hem snel neer. Ik zei net tegen Marco, oh, we moeten echt schuursponsjes kopen, want die zijn op. Nou, is niet meer nodig, want we bekijken het pakket van Marco is goed. En dat heeft hij vooral te danken aan 1 collega, waarschijnlijk, die dit allemaal heeft... Voornamelijk, heeft uitgezocht. We hebben nog stoofbeertjes. Gluwijn, jee. Maar goed, nou, ik hoef me geen zorgen te maken, want daar zijn schuursbondjes. Hier is een afwasborstel en viscose doekjes. De afwasborstel heb ik ook de laatste die net in gebruik genomen. Nice. Oh, wat een lekkere dingen, joh. Chocolade met jalapeno peper en puur Szechuan rijst crisps. Tenminste, dit is helemaal geen chocola. Jazeker. Wel? Ja, dit is melkchocola en dit is pure chocola. Jam. Oeh, lintchocolaatjes. Oh, maar die heb ik ook hier. Dit zag ik gelijk, Old Amsterdam. Oh, daar nog meer. Ik zag gelijk de Old Amsterdam, dat is echt fucking lekker. Marco vond ook nog een pot met kaasfondue. Ziet er ook heel lekker uit. Ja, het mag ook als je er zo lang hebt gewerkt. Dit is ook allemaal echt yummy natuurlijk. Paracetamol voor bij de biertjes, na de biertjes denk ik. Ja, dat is allemaal, wordt allemaal duidelijk in die kaart. The day after. Oh, wat leuk. Tortas. Oh, lekker. Bananen, groenteboer natuurlijk. Biggetjes. Chippies. Oeh, verse sap. Mm-hmm. Wat is dit? Oh, ze ook een lekker open focaccia broodje. De Playboy en de Mens Held. Heel grappig. De Prosecco. Een wijntje volgens mij. Wat is dit? Oh, olijfolie. Super veel, best wel dure dingen ook eigenlijk. Riso. Tijger. Tijgernootjes. Cashewnoten. Julij. Sowieso. Allemaal wat ligt daar achter? Oh, handschoentjes. Ja. Een mooi plankie. Douchefoam, allemaal lekker bier. Knabbelspek. Knabbelbeken. Beef jerky. Oh, je zit ook nog zelf iets bij. Oh, deze vind ik echt amazing. Oeh, en wat is dit? Ja. Eitjes. Oh nee. Chutney. Heerlijk. Lekker man. Vooral lekker veel bacon ook. Ja, en? Biggetje. Wat is flatbread? Ja, biggetjes zag ik ook. En noga volgens mij. Echt? 3 soorten lint. Lint. Oh. Oh, dat ook nog. Wat is dit? Nootjes. Yummy. Beef jerky. Je ontdekt steeds nog wat nieuws erin, joh. Niet te doen. Een Albert Heijn pen. Fucking leuk. Ja, echt. Oreo. Echt nice. Ja. Very nice. Zo, nice. En, oh, en bananen. En bananen natuurlijk. Groenteboer. Wij eten vanavond zoete aardappel met soortige kruiden. Heel lekker. En een witlofsalade met hamblokjes, rozijntjes, wat nog meer, appel.
Ja, we hadden geen walnoten, dus we hebben iets van een ander notenmixje doorheen gegooid. En citroen, dat is het. Lekker, zin in! Gisteren kreeg ik van mijn benedenbuurmeisje, die ook de winactie had gewonnen. Super lief meisje. Nee, ik kreeg een wij, moet ik zeggen, dit kerstkaartje. Het is echt zo ongelooflijk lief. Zet er maar even op stop als je hem wil lezen. Dankjewel Alicia, echt heel lief. We hebben heerlijk gegeten, maar op dit moment is de oven aan het voorverwarmen. Want we gaan voor ons ieder een appelbeignet en een oliebol opwarmen. Vet lekker. En ik zei net tegen Marco, ik heb vanmiddag de tafel leeggeruimd. Dus we kunnen nu een puzzel gaan maken. Maar Marco die gaat zo nog met collega's wat drinken en zo. Nog een beetje voor zijn afscheid. Maar hij wilde wel een beginnetje met me maken. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Ik denk dat ik het liefste die met de schaats... Hoewel, misschien is het logischer om nu de nieuwjaarsduik te maken. Maar ik vind die ander denk ik leuker. Dat is toch prima. Beginnen we met de schaatsbaan, want ik denk dat die net iets minder moeilijk is. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Want Marco zei nog, nou, 1000 stukjes valt toch wel mee. Maar dit, je doet daar echt wel lang over. Ja, ben benieuwd. Ik denk dat die echt wel een tijdje op tafel ligt. We zijn begonnen hoor. En ja. Tactiek 1, die ik normaal aan kleuters leer bij een puzzel maken, dat ze moeten beginnen met de hoekjes. Maar op het moment dat je 1000 stukjes hebt, ja, dan moet je dan die 4 stukjes te vinden. Dus wij doen beginnen met alles wat een randje is. En dan gaan we als eerste een buitenkader proberen te maken. Dus we hebben hier al een aantal ertussenuit. Maar dan moet er nog heel wat bij komen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Om. Nom. 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 Ik ben even bezig, schat. Ja. Yes, de rand ligt. We hebben er, denk ik, in totaal een half uur over gedaan of zo. Alsjeblieft. Langer met het zoeken erbij, ik weet niet. Met z'n tweetjes. Dus nu hebben we een mooi kader om verder te puzzelen. Goed, maar Marco gaat me zo verlaten. Ik ga inderdaad zo weer weg. Maar ik mag nog wel heel even puzzelen, toch? Ja, maar dan weet ik zeker dat je hem afmaakt. Nee, ik stop wel. Jongens, moet je dit geluid horen? Zo lekker. Even ASMR, jongens. Jongens, oeps, het is kort over 2. Ik ga heel snel naar bed. Ik weet niet, we hebben heel laat gegeten. Dus ik denk dat ik gewoon niet door had hoe laat het was of zo. Half ook wel, maar ik was ook alvast bezig met wat dingen klaarleggen voor Londen. Voor je het weet is het al heel laat. Gelukkig is het zaterdag, dus weet je, maakt niet zo heel veel uit. Maar morgen is het natuurlijk oud en nieuw, dus dan wordt het ook laat. Dus ik ga nu toch wel echt richting bed. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei doei!